Welkom bij de kennisclip over de deeltijdopleiding podotherapie. Het bestaat uit twee delen. Eén video over het onderwijsconcept, daar ga ik jullie nu iets over vertellen. En een andere video over de opbouw van de opleiding en de rol van de student. Het is een opleiding die flexibel is en die je in deeltijd doet. In de praktijk, vandaar ook authentiek bedrijfsleren. Als student heb je zelf regie over je opleiding, de keuzes die je maakt en het tempo waarin je dit doet. Je stippelt dus je eigen leerroute uit. Het onderwijs geven volgens blended learning. Dat wil zeggen, je hebt een mix aan onderwijsvormen. Je leert in de praktijk, je hebt online onderwijs en klassikaal onderwijs. Dat maakt dit ook zo leuk. En dan kan je zelf kiezen waar jouw voorkeur ligt. Het leren in de praktijk staat echt centraal in deze opleiding. Dus buiten de schoolmuren leren, op je leerwerkplek, samen met je praktijkbegeleider. De gemiddelde student zal doorgaans 2 dagen per week op die leerwerkplek bezig zijn. Het mooie van in de praktijk leren is dat je meteen een compleet beeld krijgt van de beroeppodotherapeut. Je komt in aanraking met alle werkzaamheden in de praktijk, authentieke situaties waar je echte cliënten ziet, in echte situaties met echte problemen. Alle kennis en vaardigheden die je hebt, die ga je oefenen, uitvoeren en leren beheersen. En dan word je meteen door je praktijkbegeleider gecoacht en voorzien van feedback. Vanuit Fontys bieden wij verschillende onderwijsactiviteiten en lesmateriaal aan. Dit doen wij online en op de campus. Online is er een online leerplatform. Daar heb je als student toegang tot heel veel materialen, studiehandleidingen, powerpoints, kennisclips, artikelen en andere aanvullende informatie. En dan kan je zelf als student kijken wat jij nodig hebt om te leren. Daarnaast hebben we ook virtuele klaslokalen, waar online colleges worden gegeven en je als student elkaar op kunt zoeken. Dit kan tijdens de contactmomenten die gepland zijn, maar ook daarbuiten. Je uploadt opdrachten, je tagt een medestudent en vraagt om feedback en feedforward. Op de campus zelf zien we elkaar. Je treft de medestudenten, je ziet de docenten en er is ruimte voor verdieping van de theorie en intervisiemomenten met casussen die je uit de praktijk meeneemt. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen, het maken van siliconen ortheses, het slijpen van zolen, instrumentele behandelingen. Dus je gaat dan echt met die podotherapeutische vaardigheden aan de slag. Samen met elkaar leren en van elkaar leren. Dat maakt die campusdagen ook zo gezellig. Het is belangrijk dat je als student voorbereid naar de les komt. Dus dat je al actief met die leerstof aan de slag gaat, in de praktijk, middels e-learning of op een andere zelfstandige manier. Maar als je al weet waar het over gaat tijdens de campusdag, hebben we tijdens de campusdag tijd en ruimte om dieper op die theorie in te gaan, inhoudelijke vragen te stellen en te beantwoorden en met casussen en ervaringen uit de praktijk intervisiemomenten te hebben. Dit was het concept van de opleiding. In de volgende clip ga ik jullie iets vertellen over de opbouw van de opleiding en de rol van de student. Graag tot een volgende keer.